Microsoft bouwde in 2008 eerst Surface tablets, toen in 2015 de Surface Book, een convertible, en nu durven ze eindelijk de stap te zetten om een laptop te bouwen. En die heet dan ook gewoon Surface Laptop. Als er één ding bij deze nieuwe laptop in het oog springt, dan is het wel de stoffen bekleding rondom het toetsenbord. Dat ziet er uniek uit en het is ook lekker zacht om je polsen op te leggen. Die bekleding is gemaakt van Alcantara en dat is een behoorlijk slijtvaste stof die bijvoorbeeld ook op autostoelen gebruikt wordt. Het is natuurlijk een beetje een gok om stof op je laptop te gebruiken, maar dit spul kun je met een vochtig doekje schoonmaken, waardoor je er lang plezier van kunt hebben. Al zijn metaal en plastic natuurlijk nog makkelijker schoon te houden. Een ander nieuwigheidje is Windows 10 S. Dat moet concurreren met Chrome OS. Windows 10 S heeft als beperking dat je alleen apps uit de Windows Store kunt installeren. Dat maakt de boel veiliger en het is ook wat lichter dan het gewone Windows 10. Je kunt je alleen wel afvragen wat Windows 10 S eigenlijk op deze laptop doet. Want de hardware is snel zat en als je ruim 1100 euro voor een laptop neerlegt, wil je er waarschijnlijk meer mee doen dan mogelijk is met de apps in de store. Koop je dit jaar nog een Surface laptop, dan kun je nog een gratis upgrade krijgen naar Windows 10 Pro. Daarna kost het 50 euro. En ik vermoed dat een beetje tweaker gauw tegen de limieten van 10 S aan zal lopen. Dus die upgrade is wel iets om rekening mee te houden. De hardware is, zoals ik al zei, snel zat, maar niet goedkoop. Deze uitvoering heeft een i5 processor, 8 GB geheugen en een 256 GB SSD, maar kost meteen 1450 euro. Het instapmodel kost 1150 euro, maar dan heb je maar 4 GB geheugen en een 128 GB SSD. En in vergelijking met andere laptops van die categorie is dat gewoon duur. Er staat wel tegenover dat het een stevige laptop is die mooi is afgewerkt. Hij heeft ook een behoorlijk lange accuduur van ruim 10 uur tijdens browsen en er zit een goed scherm op met de kenmerkende 3:2 beeldverhouding en dat is ook nog eens netjes gekalibreerd. En voor zo'n laptop valt het dan ook echt tegen dat er alleen maar een mini displaypoort en een USB aansluiting op zit. Die laatste is zelfs geen USB-C, maar gewoon USB-A. Microsoft heeft, op zich wel terecht, gezegd dat een USB-C aansluiting verwarring veroorzaakt omdat je van de buitenkant niet kunt zien welke protocollen er ondersteund worden. En daarom zit er dus geen USB-C op. Maar wat mij betreft had Microsoft er dan gewoon meer gewone USB-aansluitingen en bijvoorbeeld een kaartlezer op mogen zetten. Een andere optie is Microsofts eigen hub, de Surface Dock. Maar dat is best een zwaar ding om mee te slepen en die kost bovendien alweer 230 euro. Microsoft Surface Laptop is een apparaat dat op twee gedachten hinkt. Aan de ene kant is het een mooi afgewerkte laptop met een lange accuduur, een goed scherm en snelle hardware. Maar aan de andere kant wordt het geleverd met Windows 10 S, dat niet genoeg mogelijkheden biedt voor de gemiddelde tweaker. En bovendien zit je met die enkele USB-aansluiting. Die problemen zijn natuurlijk te overkomen. Je kunt voorlopig gratis upgraden naar Windows 10 Pro en je kunt gewoon een hubje aansluiten. Als je dat geen probleem vindt en het geld ervoor over hebt, is de Surface Laptop een prima laptop met een verfrissend stofje.